Art wordt gemaakt door de blikopeners van het Stedelijk Museum Amsterdam. Blikopeners zijn jongeren tussen de 15 en 19 jaar met een bijbaan in het museum en een frisse blik op kunst. Zij kiezen iedere aflevering een kunstenaar, vormgever of fotograaf uit de collectie van het Stedelijk en gaan in deze serie bij ze langs. Gemiddeld zien we 2000 plaatjes per dag. Misschien wel meer. Dat is net zoveel als iemand in de middeleeuwen zag gedurende zijn hele leven. We zijn er zo gewend aan geraakt. Dan moet je wel heel erg je best doen. Wil je met je poster opvallen. Een ontwerper die echt opvalt met zijn werk is Harmen Limburg. De inspiratie voor zijn kleurrijke posters haalt hij overal vandaan. Gewoon op straat bijvoorbeeld. Maar ook uit de supermarkt. Luna en Bilal gaan straks op bezoek bij Harmen. Maar eerst even shoppen om zelf wat inspiratie op te doen. Het ziet er veel lekkerder uit met al die verse ingrediënten. En ook het lettertype. Zoiets nemen we mee. Kijk, Fred en Ed, man. Je hebt deze guy. Mm-hmm. Ik weet niet of het Fred of misschien is het Ed. Oh, hier heb je Ed. Skittles, met die regenboog. Heel veel kleuren. Mm-hmm. Je merkt wel dat je aandacht meteen wordt getrokken door de dingen met veel kleur. En die viel me ook als eerste op. Juice. Mr. Bean gaat in het mandje. Laat jij dat meisje dat mandje dragen? Ja, het wordt veel zwaar. Ja. Waarom zeg je dat niet? Shoppen geweest. Zeker. Waar hebben jullie op gelet? Nou, verschillende dingen. Kleur natuurlijk. Bijvoorbeeld in dit geval, die kleurtjes, daar wordt je blik echt naartoe getrokken. Ja, die is heel mooi. Die regenboog heb ik ook wel eens in mijn werk gebruikt. Dit is een hele mooie klassieker, hè? Die rozijnen. Die bestaat al heel lang. Ik denk dat die al een jaartje of 50 hetzelfde eruit ziet. En die Haribo, die kerstjes eet ik altijd tijdens het zeefdrukken. En die letters, die heb ik ook niet zo lang geleden nog gebruikt voor een werkstuk. Dus ja, we delen wel een paar voorkeuren hier. Dat is leuk om te zien. Wat spreekt jou aan in dit soort vormgeving? Nou ja, ook een beetje wel zoals jullie kijken. De vrolijkheid, de vormentaal. Hey, Bilal. Vraag eens even wat vormentaal is. Ja, je noemde net vormentaal. Mm-hmm. Kun je me uitleggen wat dat precies inhoudt? Neem bijvoorbeeld zo'n snoepverpakking. Maar de vormentaal, dan kijk ik naar wat voor letter hebben ze gekozen. Hoe is die letter gestileerd? En je ziet hier dat die letters die lijken al een beetje gummiachtig, omdat er van die schaduwtjes in zitten. Dus die letters die reflecteren al een beetje de inhoud van de verpakking. Heel functioneel. Ja, maar ook dat is een soort beeldrijm in feite. Om maar even een andere ontwerpterm te gebruiken. Beeldrijm. Heel goed, Bilal. Heb jij een eigen vormentaal? Dat denk ik wel, ja. Ik gebruik heel vaak hele felle kleuren. Ik hou heel erg van fluo's. En ik hou van een zekere stoerheid, directheid. En geen getut met kleine lettertjes, maar lekker stevig. Maar bijvoorbeeld het shirt wat jij aan hebt, dat met die hele stoere sportletters. Dat spreekt me ook heel erg aan en dat gebruik ik ook regelmatig. Kijk, hier zie je ze terug in het ontwerp. Aha. Dus hier is, je ziet wel eenzelfde soort letter gebruikt, maar dan geplaatst in de belijning van een Amerikaans American voetbalveld. Ja, vermengd met logo's uit de politiek. Dus dat olifantje is het logo van de Republicans. En die ezel is het logo van de Democrats. En nou, die bison hier bijvoorbeeld is van een ijshockeyteam. Dus ik ben heel vaak op zoek naar elementen die uit eenzelfde soort wereld komen en als het ware een gesprek met elkaar aangaan. Ik kan hier wel aan mijn bureautje over zeefdruk vertellen, maar het is denk ik veel leuker om even naar de werkplaats te gaan.
Harmen neemt ze mee naar de Rietveld Academie, waar hij lesgeeft. Veel beroemde kunstenaars zijn hier afgestudeerd. Nou, hier links is de werkplaats. Die gaan we zo meteen safe drukken. Kom verder. Jullie kunnen een werkschort pakken daar in de hoek. Ik vond het sexy. Ja. We gaan eerst even een safe in de emulsie zetten. Van het ontwerp dat Harmen op de computer heeft gemaakt, wordt een poster gedrukt door middel van een zeefdruk. Daarvoor heb je een zeefdrukraam nodig. Dat is gemaakt van een heel fijn gaas. Hier wordt een laagje groene pasta opgesmeerd en dat gaat in een kast om goed te drogen. Dit zijn in feite hele grote fotocopieën op transparant papier. En daar gaan we zo meteen de zeef mee belichten die we nodig hebben om te kunnen zeefdrukken. Ja, dat klopt. Laat maar zakken. Goed in het midden. Oké, nice. Oké, dan ga ik nu de UV-lamp aanzetten. Je moet 2 minuten belichten. Maar je krijgt er geen mooie bruine tint van. Het is heel veel licht, dus laat maar lekker even naar buiten gaan. Jij ook, hè? Naar buiten. Maar waarom nou juist per se zeefdrukken en niet... Niet gewoon drukken bij een drukkerij. Ik laat jullie een paar dingen zien. Mogen jullie vertellen of het zeefdruk is of iets anders? Kijk, het is dezelfde compositie, dezelfde elementen. Maar wat zijn de verschillen? Het is veel fletser, vooral die kleur zwart. Het geel is een ander soort geel. Ja, het is veel neon meer. Ja, dat zijn ook allemaal verschillen. De intensiteit van de kleuren is veel krachtiger. Dat komt omdat je met veel sterkere pigmenten werkt, met dikkere lagen pigment. Omdat ik het zelf doe, kan ik zelf ook de volgorde bepalen van de kleuren. Hier is dus fluo geel gedrukt over zwart. Dus je ziet heel duidelijk contrast. Je kan er een beetje mee spelen. En dat is onder andere de lol van zelf drukwerk maken. Ja, duidelijk. Maar waar moet een goede poster nou aan voldoen? Voor mij heeft ontwerpen heel veel met spelen te maken. Iedere poster is als het ware een soort avontuur waarvan ik de afloop ook niet weet. Het ontwerp is gebaseerd op gedeeltelijk op foto's die ik zelf heb gemaakt. Van een gewoon een vlaai van de HEMA. Gemengd met onderdelen uit biologieboekjes en dingen die ik op internet vind. Ja, dat spelen is denk ik wel een kernwoord voor wat ik doe. Dat spelen, daar heb je het wel vaker over. Is het daarom ook dat je veel van die kinderlijke elementen in je posters hebt? Nou ja, ik ben vaak op zoek naar vrolijke, stevige vormen. En het is natuurlijk niet voor niks dat dat soort letters ook op snoepverpakkingen worden gebruikt. Want die letters die vertellen al heel veel door de manier waarop ze zijn ontworpen. En daar maak ik dan weer gebruik van. Ja. Aanstoot. Dit doe ik normaal in mijn eentje. Wat een herrie, hè? Oké. Nou, je kunt nu zien dat het licht er mooi doorheen komt. De schabloon ziet er schoon uit. Voel maar. Het is een soort trommelvel. Oké, nou, we gaan zo meteen blauw drukken. Alleen blauw? Ja, wat dacht jij dan? In zeefdruk, dus alle stappen die we nu doorlopen, voor iedere kleur moet je dat apart doen. Dus een film uitdraaien, de zeef belichten, de tafel instellen. Je doet dat, je bouwt het stap voor stap op. Dat is heel veel werk. Dat dacht ik ook. Het is niet voor luie mensen. Water erbij, ga je gang. Nou, dat is hem dan. Jullie hebben het ontzettend goed gedaan. Het is niet makkelijk om meteen zo'n formaat te drukken. Zouden we deze mogen meenemen? Ja, tuurlijk. Geen probleem.